Javon Schoenendijk, voor de vierde keer op rij op vreemde bodem niet verliezen. En weer een prachtige overwinning, net als bij Roda. Ja, het is genieten. Vooral van die reeks, hè, want het zijn niet de makkelijkste wedstrijden uit. En het is leuk om te zien dat wij dus ook in uitwedstrijden iets kunnen. Thuis, dat wisten we natuurlijk wel van Excelsior, dat is de laatste jaren al zo. Maar vooral uit, is het nu ook een ploeg die ergens voor speelt en die toch ook in staat is om wat te halen. En in alle vier die wedstrijden zijn jullie achtergekomen bij ADO, bij PSV, bij Roda, vandaag en jullie tonen veerkracht. Ja, dat vind ik ook zo mooi van vanavond. Hè. Dat is gelijk een ontzettende dreun, hè, als je binnen een minuut achterkomt. En dan die veerkracht, weet je, dat is toch wel mooi. Dat er ook in is gekomen, dat karakter. Ja, en dat is wel iets wat ook wel bij ons past. Hè. En bij deze club past, de mensen die er werken. En dat is natuurlijk lekker. En, ja, we zijn ontzettend blij, hè, met de overwinning. Want dit is een hele belangrijke. Je neemt echt afstand van de onderste plaatsen. Dus dat geeft ook vertrouwen. En dat vertrouwen dat moet zich weer vertalen in de volgende wedstrijden. Waarin we ook weer op zoek gaan. Hè. Want jullie weten ook, net als ik, dat de eerste 13 wedstrijden spelen we 8 keer uit. Nou, dat is veel. En dan is het goed dat je punten haalt. Want als je dat niet doet, dan kun je ook zo aan het koordje hangen. Maar dat is nu zeker niet het geval. Jullie competitiestart was niet goed. Je kreeg zo nu en dan links en rechts kritiek. Ook bij Rijnmond heb je veel kritiek gehad. Sta je dan nu toch met je borst vooruit van, hey jongens, geef me eens de tijd, kijk eens wat ik met de ploegje kan bewerkstelligen? Alleen bij Rijnmond. Maar dat maakt niet uit. Dus ik heb verder geen kritiek gehoord. Maar maakt niet uit, joh. Als dat zo moet zijn, dan kan ik dat wel dragen. Ik vond het niet terecht. Maar als je net begint en 1 uit 3 was niet goed. Laten we het daarop houden. En gelukkig hebben we ons daarvan hersteld. En complimenten voor de jongens. En die moeten het uiteindelijk doen. Dus mijn rol is daarin ook, zoals een trainer dat moet doen. Dus ik ga dat zeker niet allemaal naar mezelf toe trekken. Die jongens moeten het doen en die hebben het goed gedaan. Met zo nu dan heel goed voetbal en met name je vleugelspelers en ook je spits. Maar met name die vleugelspelers zijn echt ongrijpbaar. Hè? Kuwas moet misschien wel zelf al een keer scoren. En in de eerste helft geeft hij een bal achter de man bij Stans. Anders is dat misschien ook een doelpunt. Maar voor de rest speelt hij fantastisch. Ja, ik geniet daar ook van. Maar dat is ook een beetje de keuze die we hebben gemaakt. Om die jongens ook wat meer vrijheid te geven. En ze niet de hele wedstrijd achter die backs aan te laten rennen. Want dan sloop ik die spelers. En zij moeten het voor ons doen. En dat vind ik leuk om te zien, die ontwikkeling. Hè, dat tegenstanders ook moeite hebben. Hè, waar speelt hij nou precies, die Kuwas? En Van Michum die vandaag opstaat en laat zien dat wij hem terecht gewoon weer hebben opgesteld. En Tom van Weert, waarvan ik al weken zei dat hij goed speelde. En dat die goals dan wel zouden komen. Nou, dat is iets wat ik hem ontzettend gun. Hè, want het was een goede goal, maar Tom is nuchter. Voor hem ben ik nog het meest blij vanavond, want uiteraard knaagt er dan een spits als hij niet scoort. En daar was ik ontzettend blij voor hem vanavond. Durf je al naar boven te kijken? Of zeg je, nee, dit zijn toch de ploegen waar we ons toch mee moeten blijven meten, ondanks dat ook de Graafschap vandaag weer verliest? Ja, nee, tuurlijk. Wij gaan dus geen gekke dingen roepen nu. Wij moeten iedere wedstrijd, zoals vanavond, strijden. Elke minuut. Niet zo beginnen zoals vanavond. Maar iedere wedstrijd het gras opvreten. Ik weet niet of dat kan met kunstgras, maar je moet het wel opvreten. En als je zo strijdt, dan kun je, als je daarbij het koppelt ook nog eens een keer aan leuk voetbal, dan kun je overal kun je wat halen. En dat zijn we aan het doen. En waar het eindigt, ik weet het niet, maar laten we er eerst vanavond van genieten. We hebben interlandweekend. Dat is de derde keer dat we voor een interlandweekend winnen. Dus dat is heerlijk werken dan. Want dat geeft sfeer en dat geeft vertrouwen. Dus je moet dat koesteren en je moet er niet naast je schoenen van gaan lopen. Je moet gewoon hard werken en dan de volgende wedstrijd pakken we het gewoon weer op.